Ik zat bij een grote spionagegroep, zat ik. Ik ben in oktober 43 ben ik gearresteerd en toen was het feest uit natuurlijk. Hoe kwam je daarbij? Daar kon je je niet voor aanmelden. Die Dick Hofman, daar haalde ik al kunstjes mee uit. Zuiver met z'n tweeën. Verzetsblaadjes in de bus duwen en bezorgen. Maar dat moest allemaal heel voorzichtig gebeuren. Dat was geen twee tassen aan je fiets en overal in de bus bezorgen. Maar je moest verdomd goed uitkijken. Dat was Vrij Nederland en dat was Trouw. En die kregen we dan wel, maar die moesten we dan hier en daar in de bus doen. En van wie kregen jullie die blaadjes? Van een chef van Dick Hofman. Want die zat al bij die spionagegroep. En daar ging ik mee. En we gingen samen zwemmen in het sportvossenbad. De Kriegsmarine die zat op Chassé-kazerne. En die kwamen daar ook zwemmen. En die haalden op een gegeven moment de stomiteit uit. Daar had je van die kasten met laden waar je kleren in legde. Hè? En dan schoof je die la in de kast en dan had je je zwembroek aan en dan ging je zwemmen. En dat deden die gasten van de Kriegsmarine ook. En wij zeiden van, hé, we gaan eens kijken. En toen waren er een paar bij, die hadden de wapens erin gelegd. En toen zeiden we, dan moeten we straks als we aangekleed zijn, eventjes weer kijken. En toen hebben we die paar wapens meegenomen. Precies op mijn verjaardag, 29 mei 43, toen zaten wij s'avonds aan tafel. En toen werd er gebeld om 6:15. En ik ga open doen. Nou, ik kreeg geen kans om opzij te gaan. Ik werd opzij gedonderd, want dan stond hij voor de deur. En zei, ze hebben een inval bij ons gedaan. En ik achter elkaar onze deur weer dicht. En hij was ontvlucht over de daken van de Wethouder-Olmerstraat, boven door het zolderraam. Wij kenden elkaar al van ons 4e jaar af. Wij waren de dikste vrienden. Maar op een gegeven moment mocht ik daar niet meer komen. En toen vroeg ik aan hem, ik zei, wat is er aan de hand? Hij zegt, we hebben een paar onderduikers. Maar hij zei, hij praatte niet over Joden. Ik zei, nou, ik hou mijn mond wel dicht. Maar toen bleek later dat ze 19 Joden in huis hadden. En dat zijn zusje, die was naar Dongen gefietst, om de 20e te halen. Het is wat. En toen stormde hij bij ons binnen, toen wij die op mijn verjaardag zaten te eten. En ze hebben een inval gedaan. Ik zei, nou, dan moet je maar even hier blijven. Hij zei, nee, dat doe ik niet. Hij zei, want ze weten donders goed dat wij goede vrienden zijn. En ze zeiden, kom eens hier ook kijken. En hij is weggegaan. En waar naartoe, dat weet ik niet. Maar toen zijn een zwager van mij en ik, die zijn op de fiets gestapt. Want zijn zusje moest uit Dongen komen. En toen kwamen we bij de kapel in Heusdenhout, kwamen we haar tegen op de fiets. Met een Jood. Ook op de fiets. En die zou naar hun toe, maar toen hebben we haar ingelicht. En toen zei mijn zwager, die zegt, zullen we eens voor een onderdak zorgen? Nee, zegt ze, dat is niet nodig, want ik heb een paar adressen. Dus zij is uitgeweken met die Jood. En waar die verder ook gebleven zijn, dat is mij ook totaal onbekend. Maar toen reed ik een keer in de Koninginnenstraat. Ik weet nog precies de plek waar het gebeurde. En daar kwam ik Jan Verhooy tegen. En die wist dat ik goede vrienden was met Dick Hofman. En die was uit die organisatie gevlucht natuurlijk. En die vroeg mij of ik zijn plaats in wilde nemen. Ja, wat doe je dan? Zeg je dan nee? Ja, nou ja, dat is goed. En ja, zo rol je daarin. Je moest gewoon inlichtingen verzamelen over hoe de situatie hier was, hoe de mensen reageerden, over troepenbewegingen. Ik woonde op 64 en daar schuin tegenover was het Onze Lieve Vrouwenlyceum. En daar zaten de piloten van de Luftwaffe ingekwartierd. En dan ging ik doodgemoedereerd, ging ik daar wel eens een praatje maken. En dan hoorde ik wel eens wanneer ze de volgende vlucht weer hadden. En dat gaf ik dan ook door. Ik had ook altijd piloot willen worden. En toen heb ik in de oorlog een heel stel Duitse vliegtuigfabrieken aangeschreven. Om documentatiemateriaal. Fokker-Wulf, Messerschmitt, Heinkel, ga zo maar door.
U gelooft het niet. Ik kreeg regelmatig in het Wilhelminapark bij mijn ouders enveloppen in de bus geduwd. Met luchtfoto's van de vliegtuigfabrieken, met modellen van vliegtuigen, met bouwtekeningen van vliegtuigen. Had ik helemaal niet met dat doel. Maar ik denk, verrek, dat is een mooi spul. Doorgeven. Heb ik doorgegeven. Ja, en dat soort dingen. Ik was vreselijk geïnteresseerd. En die Duitsers, die waren een beetje infantiel, hè. Die vonden het prachtig als de jeugd belangstelling had voor ze, hè. Dat vonden ze prachtig, hè. En ik denk dat ze daar ook min of meer op getraind waren. Dat ze de jeugd een beetje te vriend moesten houden. En dan vertelden ze me soms dingen die ze helemaal niet hadden moeten vertellen. En dan bracht ik het door. En ze hadden van die organisatie uit, hadden ze voortdurend contact met Engeland. En dan gaven ze dan allemaal door, hè. Hoe heette die organisatie? Had die naam? De dienst WIM. Het tophoofd van ons was een Belg. Dat was een zekere Gaston van der Meersje. En die had als verzetsnaam Rinus. Een hele fijne vent. Die is met microfilms. Wilde niet de Pyreneeën over en via Spanje naar Engeland. Om die microfilms af te gaan geven. En toen is die in Perpignan is die gepakt. En toen hebben ze die microfilms ontdekt. En toen kwamen ze erachter dat de hoofdmoot zat eigenlijk in Nederland. En wat stond er op die microfilms? Ja, van alles. Van alles. Ik heb met die Jan van Rooij bij Gilserijen, bij het vliegveld gelegen voor fotograferen en vliegtuigen tellen en ga zo maar door. En dat stond allemaal op microfilms. En toen kwamen ze erachter dat hier eigenlijk grotendeels zijn ploeg had. En toen hebben ze de beruchte meneer van der Waals, Anton van der Waals, die na de oorlog ook terechtgesteld is, hebben ze erop gezet. Ze stonden 6:30 op een zondag naast mijn bed met getrokken pistool. Nou, dan word je wel wakker, hoor. Dan zeggen ze, was je bang? Ik zeg, scheet in mijn broek. En ik moest ook naar de wc, maar dat mocht, maar ik moest de deur open laten. Ja, twee van die zwartjakkers van de SD. De bekende, met de zwarte leren jas aan en de gleufhoeden op. Ik was 24 oktober, 6:30 gepakt. En 23 oktober stonden ze bij Jan van Rooij op het Engelbert van Assenplein voor de deur. En daar tegenover, aan de andere kant, daar woonde kennis van ons. Die hadden dat gezien en gehoord. En die hadden mijn vader gewaarschuwd. En die riep mij op matje. Hij zegt, sowieso. Hij zegt, daar heb jij toch niks mee te maken? Ik zeg, nee hoor. Glashard, want ik dacht, ja, het is allemaal safe, want het was allemaal code en allemaal schuilnamen. Ik zeg, daar komen ze nooit achter. Nou, maar ze kwamen er wel achter, hoor. Wat was uw schuilnaam? Dick. En toen kwamen we in Haren terecht. Wat vroeger het grote seminarie was. Party is over. Moesten we allemaal binnen met ons gezicht tegen de muur gaan staan, fouilleren. En toen moest ik nodig plassen. En toen werd ik door een Nederlandse SS'er naar de wc gebracht. En zei, hier kom je niet meer levend uit. Ik zeg, oh, dat merken we dan wel.